Hallo schrijvers, welkom. Ton Roseman hier. 3 misverstanden over conflict gaan we vandaag bespreken. In de vorige video heb ik al verteld wat conflict is. Kun je nog even terugkijken, korte versie. Conflict is het narratief zelf. Dat een personage een narratief heeft, een verhaal heeft, is al een conflict. Want dat valt namelijk nooit samen met een werkelijkheid. Goed, conflict is narratief. Wat zijn de 3 misverstanden die er heersen over conflict? Het eerste is dat het verhaal geen conflict nodig heeft. Is een misverstand. Het tweede is dat het conflict iets groots, dramatisch moet zijn. Een enorme knal met een hoop ruzie. Misschien iets met achtervolgingen en pistolen enzovoort. Hoeft niet. Misverstand. Het derde is dat een conflict iets is dat je later nog wel een keertje aan je verhaal kunt toevoegen. Van als je eerst maar zorgt dat je je verhaal hebt, dan kun je later altijd nog er een conflict in stoppen. Werkt niet. Misverstand. Goed. Ik ga ze één voor één nalopen met jullie en dan meteen ook de diepte in. Het eerste misverstand, dat je geen conflict nodig hebt. En dan wordt vaak gedacht, ja, maar ik heb een heel subtiel verhaal, dat is helemaal niet Hollywood-achtig, niks met groot gedoe allemaal, het is gewoon miniem, subtiel. En mijn personage is vredelievend. Ze is vooral thuis. Ze heeft de beste voor met de wereld. Ze denkt vaak na over de wereld. Hoe ze die een betere plaats kan maken. Ja, dat een verhaal, dat een narratief een conflict is, dat heeft niks te maken met lief of niet lief. Of ruzie of geen ruzie. Dat er een conflict is, wil zeggen dat wat iemand denkt, dat niet samenvalt met de werkelijkheid. Dus als iemand, even heel erg gechargeerd, een beetje flauw, op een kamer zit en daar zit lief te zijn en hoopt dat de wereld een betere plaats wordt en dat de wereld beter zal zijn, ja, dat is wel een conflict. Want op dit moment is die wereld niet beter dan dat die is. De wereld is wat die is. En daar kun je een hoop van vinden en een hoop mee willen. Maar dat je er iets anders van wil dan dat het is, dat is al conflict genoeg voor je verhaal. Dus eigenlijk, als iemand iets hoopt of iets verwacht, dan is dat al conflict, want dat is niet de situatie hoe die is. Het tweede is dat schrijvers, studenten, denken dat een conflict een enorme ruzie is. Ja, het kan wel, maar dat is niet wat een conflict per se moet zijn. Het conflict is gewoon het verschil tussen wat er in iemands hoofd zit en wat de werkelijkheid is. En daar kun je een hoop ruzie over maken, maar ook als je dat niet maakt, dan is er altijd dat spanningsverschil tussen binnen het narratief en de werkelijkheid. Dus daar heb je niet per se achtervolgingen en pistolen voor nodig. Het derde misverstand is van nou, ja, er moet wel een keer op een zeker moment een conflict komen in je verhaal. Maar ga maar gewoon vast schrijven en dan ontstaat er wat. Misschien ontstaat er iets moois. En dan kun je daar later altijd nog een conflict in stoppen. Maar het gaat aan iets heel wezenlijks voorbij. En dat is nogmaals dat het conflict altijd narratief is. Dat het voortkomt uit iemands belevingswereld. En dat conflict is en dat het conflict geeft. En als je niet die belevingswereld hebt waar vanzelf een conflict bij hoort, ja, dan heb je niks. Vergelijk het met dat iemand zegt van ja, en dan dan zorg ik ervoor dat er een baby wordt geboren. En dan denk je, nou, oké, ja, dat kan.
Dan komt iemand en zegt, ja, ik heb hier een pop en dan gaan we wat mee doen en dan wordt het een mens. Dan denk ik, ja, dat gaat niet gebeuren. Want leven is niet dat je er straks eventjes van buitenaf in kunt stoppen. Hè? Het leven ontstaat uit het leven. Narratieven en conflicten die ontstaan uit elkaar. Dus het is niet iets dat je er als een sausje overheen kunt gieten. Ja. Goed. Meer over plotten en hoe je een conflict kunt laten evolueren door je verhaal heen. Dat komt in een latere video. Niet per se de volgende, maar dat komt ook een keertje. Is ook belangrijk. Voor nu is even belangrijk dat er drie misverstanden zijn rondom een conflict. Dat je het niet nodig hebt. Dat het iets groots moet zijn of dat het iets is dat je er later in stopt. En dat is geen van allen hoe het werkt met schrijven. Goed. Vond je deze video nuttig? Geef even een like. Graag tot de volgende keer. Dag!